allemaal, vandaag weer een nieuwe lessenreeks. We gaan het doen met de fiets. Dus pak je fiets en denk aan de veiligheid. Dus heb je een helm, doe een helm op en doe het veilig. Dus voelt het niet fijn, doe het niet. Stap 1. Ik heb gewoon wat dingetjes uitgezet. Je kan flessen gebruiken, wc-rollen, noem het op. We gaan als eerst slalommen. Slalommen kan je flessen ver uit elkaar zetten. Ga je slalommen. Nee, dit gaat me niet lukken. Nou, dan weet je, je hebt je max bereikt. Goed. Je kan natuurlijk je parcours zo leuk en uitdagend maken wat je zelf wilt. Ik heb bijvoorbeeld een wipband gemaakt. Dan gaan we eens kijken of dat wat wordt. Eerst slalomen. Oh, deze wordt dan moeilijker. Ja. En dan gaan we over. Het volgende wat we gaan doen is met één hand fietsen. Als je dat nog nooit hebt gedaan, oefen dan eerst zonder het parcours. Gewoon met één hand fietsen, allebei de handen. Zo. En heb je wat meer uitdaging nodig, kan je gewoon het parcours met één hand doen. Dus gaan we even naar het begin. Eén hand. En dan gaan we proberen het parcours weer uit te voeren. Dit is alweer een stuk moeilijker. Ah. Dan met je andere hand. Wil je echt uitdaging? Dan zou ik zeggen, ga leren zonder handen te fietsen. Dan laten we het parcours eventjes achterwege. Gaan we even oefenen of we zonder handen kunnen fietsen. Hier is balans natuurlijk super belangrijk. Heel veel succes! Het derde en laatste onderdeel is de noodrem. We hebben als eerst stopkaart gebruikt om een streep te maken. En nu is de bedoeling dat ik aan kan fietsen en voor die lijn in één keer kan remmen. Gaan we het zien. De laatste stap, dat is remmen. Zodat je precies met je fiets bij de wc-rol staat. Nee, niet gelukt. Gaan we het gewoon nog een keer proberen. Nou, wat vind jij? Goed? Top. Nou, nu hebben jullie alle onderdelen gehad. Ik ben benieuwd of jullie dit thuis ook gaan uitzetten en wat voor leuk parcours jij maakt. Heb je echt een heel tof parcours gemaakt? Je kan hem altijd opsturen naar ons en misschien breng je ons wel op nieuwe ideeën. Heel veel succes!